aanbieding een meneer die hier onderhand een begrip begint te worden op Zuid. Het is eigenaar van Lettercafé Tsjechov en tevens de secretaris van Stichting Werklicht. Dus hij ondersteunt ook dit prachtige initiatief nog met zijn onmetelijke bestuurlijke vaardigheden. En lieve mensen, mag ik een groot applaus voor Arie van der Rent. Ik heb dus een herschreven versie van Roodkapje. Waarin twee hoofdpersonen, twee Russische schrijvers zijn. De een is Dostoevsky, Fyodor Mikhailovich. En de ander is Turgenev, Ivan Sergejevich. En de ene, Dostoevsky, was een Russische nationalist en antisemiet. De andere was een Europeaan en liberaal, Turgenev dus. Turgenev heeft Dostoevsky beroemd gemaakt in Europa. Ze konden elkaars bloed wel drinken op een zeker moment. En om het even naar nu te vertalen, Dostoevsky zou een groot fan van Poetin zijn. En Turgenev niet. Roodkapje. Oma was ziek. Niemand wist wat ze had. Zij zelf ook niet. Steken in haar zij. Het zouden haar nieren kunnen zijn. Ze zou wel te weinig drinken. Dat had je met oude mensen. Die dronken te weinig. Nou ja, water dan. En thee. Maar wat wil je ook? Het mens werd ook een jaartje ouder. Wat jaartje? Wel 10. Ze liep tegen de 90. En nog steeds leende ze geld tegen percenten uit. De moeder van Roodkapje, laten we haar Maria noemen. Waarom niet? Het is een mooie naam. En nog symbolisch ook. Zij wil eens tegen oma, haar moeder, laten we haar ook Maria noemen, waarom niet? Het is nog steeds een mooie naam, en nog symbolisch ook. Moeder, zei ze dan, wordt het niet te gevaarlijk daar zo diep in het bos? Er is de laatste tijd zoveel gespuis op de wereld, en dat gespuis zal toch ook wel eens diep in een donker bos komen, om geld te lenen bijvoorbeeld. Oma Maria woonde inderdaad diep in het bos, zij het aan de rand van het Zwarte Woud. Het was al gauw een flink half uur doorstappen vanuit Hartje Baden-Baden. Waar moeder en Roodkapje woonden. En een kleine bloemenwinkel dreven. Waar de kleine meid ook gewoon in moest meewerken. Zo waren de tijden toen, kinderen. Jawel, kleine kinderen moesten ook toen gewoon meewerken om geld in het laadje en brood op de plank te brengen. Dat kwam er immers, zegt nu zelf, niet vanzelf. Zeker niet zonder man, vader en grootvader. Geen wonder dat ze geen vlees aten. Ze hadden hun winkel in een kleine zijstraat van de Hoofdstraat. In de zomer was het heel druk in het stadje. Heel Europa kwam, als het weer het toeliet, vakantie vieren en geld laten rollen. Vooral in het casino, dat als een paleis in het kuurpark lag. Rijk werd er arm en arm nog armer. Maar ze waren ook niet gek daar in het casino. Een kind kon het narekenen. Het casino verdiende altijd 1 gedeeld door 37. Dat is toch een kleine 3%. Wat knappe koppen daar ook anders over mogen denken. Vooral schrijvers kwamen daar graag, vooral Russische. Toen ook al. In dat knusse Duitse stadje. Als je een wandeling van de ene kant van het stadje naar de andere maakte, langs de Oos, de grote wanderallee, hoorde je altijd wel een Zdravstvuyte, kollega, een Kak dela en een Kak pishchete, tovarish. En het hele centrum gonsde van het woord normalne, normalne, normalne. Maar eerlijk is eerlijk, oma Maria verdiende nog veel beter dan een casino. Diep in het bos wisten de mensen haar te vinden en ze leenden haar geld. Bijvoorbeeld om een klapper in het casino te kunnen maken, de sukkels. Want oma Maria, die was helemaal niet op haar achterhoofd gevallen. Die rekende 5% per dag. En je kunt niet zeggen dat het haar aan conditie ontbrak. Oma Maria was niet vaak ziek, maar nu wel. Haar keukenmeid was het komen zeggen. En nu ging Roodkapje haar eens flink verwennen. Hoewel oma eigenlijk helemaal niet zo aardig was. Moeder Maria had haar allemaal lekkers meegegeven. En wilde ook een mooi teltje bloemen bovenop het mandje doen. Maar dat vond Roodkapje zonde. Zuinig als ze was. Nee, maar ik pluk wel in het bos. En ook van die mooie rode zoete aardbeidjes. Tot straks, het kan wel even duren hoor. Maak je dan maar niet ongerust. Het is altijd zo gezellig bij oma. De kleine meid, ook alweer 10, zou zeker een uur onderweg zijn. Met plukken erbij. En dan moest ze niet nog bij elke uitspatting van de natuur uitgebreid stil blijven staan. Wat Roodkapje graag deed. Want ze was een nieuwsgierig aagje. Dat kunnen we hier gerust zeggen. Mama had een gezond mandje gemaakt, ding met veel vitamine. Die hielpen altijd. Geen vlees of vleeswaar. Want ze waren alle drie vegetarisch, oma, mama en Roodkapje. Roodkapje huppelde de deur uit, het stadje door en het donkere bos in. Dat niet voor niets Zwarte Woud heette. Zelfs hier aan het randje. Ze huppelde en zong dat het een aard had. Ze plukte alles wat het bos rijk was. Aan het begin, waar het nog niet zo donker en duister is. Bosviooltjes. De allereerste bospaddenstoeltjes en de laatste, bijna overrijpe, boszomerkoninkjes. Ze had geen enkel besef van tijd
en natuurlijk geen horloge. Maar eindelijk kwam ze dan toch bij het kleine huisje van oma Maria. Grootmoeder had zich best een paleisje kunnen veroorloven, maar het enige wat ze met al haar geld deed, was het oppotten in oude sokken onder haar bed. Daar lag wel een hele kousenwinkel vol. Gelukkig wist niemand dat, of bijna niemand. Ze hoefde niet aan te bellen of te kloppen, want de deur stond altijd open bij oma. Dag oma, gaat het alweer een beetje? Hier ben ik, je kleine rood kapje. Ze duwde de deur open, stapte de gang binnen en liep linierecht naar grootmoeders slaapkamertje. Het eerste wat ze zag, was de man met de bijl. Het metaal was helemaal rood, met grijze haren eraan. Toen zag ze de keukenmeid in een hoek van het kamertje, of wat daarvan over was. Toen oma, in haar bed, of wat daarvan over was. Ze gilde het uit. Het moet tot 40, 50, misschien wel 100 meter in het bos hebben geklonken. Maar wie had het moeten horen? Een toevallige man of vrouw op weg om geld te lenen of af te lossen? De grote boze wolf, die in het donkerste deel van het bos heette te wonen? Niemand die reageerde op het ijselijke geluid dat ze maakte. Toen keek ze terug naar de man die haar al die tijd, 5 seconden, 10 seconden, 20, als gebiologeerd had aanstaan staren, als bevroren tot het standbeeld van zichzelf. Een kleine man, zo mager dat hij groot leek. Een smal, groot en kaal hoofd. Diepe, allesziende, maar niets onziende ogen. Een lange pluisbaard. Hij droeg een slees jasje, met zakken, uit elk waarvan een volle sok opstak. Naast hem stond een valies, barstend vol. Vast ook met oude sokken, dacht er op kapje. Want denken kon ze opeens weer. Het was een klein meisje, maar tegelijk een coole kikker. Hoe kom ik hier levend weg? Dat was het enige wat de kleine meid dacht. Ik wist dat je kwam, lieve meid, maar ik had geen zin om alleen in bed te gaan liggen en net te doen of het de grote boze wolf was. Dat geloof jij toch niet, want ik ken je wel. Ik heb zelfs wel eens een bosje rozen bij je gekocht. De man sprak met een duivels accent, Russisch wist ze. Tenminste, alle mensen die onder elkaar die vreemde, ergens wel mooie taal spraken, hadden datzelfde, bijna onverstaanbare Duits. Maar wat doen we nou wel? Moet ik jou zo klein als je bent ook deze bijl in het kleine lieve kopje zetten? Nee toch? Wacht, ik weet iets veel beters. En hij gooide oma uit bed, pardoes, bovenop Gretchen, de keukenmeid, als de ene zoutzak op de andere, kroop zelf onder de bebloede lakens en ging zachtjes liggen kreunen. Kom, roodkapje, kom gezellig naast mij liggen, zei hij toen. Toen de grote blonde man met het geweer over de schouder binnenstapte en het hele slaapkamertafereel in zich opnam, wist hij meteen hoe laat het was. De twee dode vrouwen in de hoek, de oude man en het kleine meisje, haar rode kapje af. Nu zag je haar koperrode haren in hun volle glorie. Hij kende ze allemaal, grootmoeder en haar meid. Hij maakte wel eens een praatje als hij van de jacht terugkwam en vertelde oma dan een van zijn jagerverhalen. Hij schoot om van te eten, al hoefde hij dat voor het geld niet te doen. Maar eigenlijk was hij altijd op zoek naar de grote boze wolf, om die uit te roeien, voor eens en altijd. Roodkapje kende hij ook. Hij kocht nog wel eens een kolossaal boeket, liet dat bij zijn minares bezorgen, die naast hem woonde, en de sterren van de hemel zong. En die Russische schrijver kende hij ook. Ze kwamen elkaar geregeld tegen in het kuurpark, de jager aan de wandel, de speler gejaagd op weg naar de speeltafel. Ze waren beide Rus en beide schrijver. Fjodor Michailitsch, bulderde de reus. Fjodor Michailitsch! De dwerg opende zijn ogen tot spleetjes en keek recht in de dubbele loop. Zeg maar niets, het is mij wel duidelijk. Eerst je vader, nu deze twee vrouwen en dan ook nog eens dat meisje? Moet je dan alles zelf meemaken om die perverse romans voor jou te schrijven? Het liefst schoot ik je dood, om de wereld al die verhalen te besparen. Maar dat doe ik niet. Het is gezien. Moet jij de rest van je leven maar in het schrijven van je zogenaamde meesterwerken? Kom, roodkapje. De reus hielp haar uit bed, wendde het gelaat zedig af om haar zich aan te laten kleden, legde een grote hand op haar schouder en wandelde de toekomst tegemoet. In de deuropening keek hij nog eenmaal om en zei: wedden dat jij over 100 jaar veel beroemder bent dan ik? Roodkopje was 5 uur na haar vertrek terug. Het was al bijna donker. Moeder Maria was inmiddels doodongerust. Ze had de winkel dicht gedaan en liep telkens een kleine straatje naar de hoofdstraat uit om te zien of haar kleine meid er al aankwam. En eindelijk kon ze een zucht van verlichting slaken. Nee, er was niets gebeurd onderweg, zei Roodkapje. Maar het was zo gezellig geweest bij oma. Toen ze dit zei, dorst ze haar moeder niet recht in de ogen te kijken. Maar moeder schonk er geen aandacht aan. De kleine meid, ook alweer 10, kon soms om onverklaarbare redenen heel verlegen zijn. Zelfs tegen haar broer. Ze liet de groeten doen, oma, zei Roodkapje. En ze was bijna weer beter.
Toen moeder Maria haar kleine meid nakeek, slaakte ze een gil van schrik. Ze had een lange, dunne, lichtrode streep op haar been. Van onder haar rok tot op haar linker enkel. Maar even later moest ze hartelijk lachen om zichzelf. Zei ook altijd, dat was natuurlijk van de bosaardbeien. Zo, dan iets vrolijker nood misschien. Van dat, ik was pas in Hamburg en daar lag een heel mooi boek. Tassenatlas der abgelegenen Inseln van Judith Schalansky. Ze was pas, heb ik begrepen, bij Adriaan van Dis. Dat heb ik geliefd. En er staan 50 eilanden beschreven en ik heb bij elk ervan een gedicht geschreven. En ik neem er 2. Sint-Paul-eiland. Ooit woonden hier de gouverneur, een Fransman, en de onderdaan, ook een Fransman, en tot slot een Frans vrouw, een mulat. Maar de gouverneur, een zeer goed mens, volgens de onderdaan, en de onderdaan, een door en door slecht mens, volgens de gouverneur, die hebben toen de vrouw gedood, haar aangebraden, gaar gesudderd en maar opgegeten. Nu wonen zij daar in hun houten hut en hebben niks te eten, want er groeit alleen maar mos en gras. En een soort spinazie. Er zijn ook eenden, ratten, wilde katten. En de pinguïn komt er eieren leggen. Maar zijn vlees is niet te vreten. De gouverneur, de onderdaan, ze zitten daar om walvispoten op te schrijven. Bij te staan. De goede en de slechte mens. Het is ook een eiland ergens in the middle of nowhere, dat heet Amsterdam. Maar ja, dat is een inkoppertje natuurlijk. De stad meet 219 vierkante kilometer, waarvan een kwart water. En 767.773 inwoners, 2010. Als we heel dat 500.000 binnenlandse import nu eens exporteren, god, wat zou de stad daarvan opknappen? Maar alleen dan in godsnaam? Maar waarheen dan in godsnaam? Nou, naar het eiland Amsterdam. Meet 48 vierkante kilometer, waarvan driekwart vulkaan. Dat is een beetje schurken. Maar ja, ze hadden toch zo van gezellig. Er wonen maar 25 ongeïmporteerde eiland Amsterdammers. Dus dat kan het probleem niet zijn. En tot slot, binnenkort ook te bekomen. Nou, ik zie niet meer verder. Oh ja. Nou ja, vanuit hetzelfde Hamburg kreeg ik tijdenlang Rumiko-trainen toegezonden. Nee, nou dan niet. Rumi, dat is een dichter, Persische dichter, die leefde van 1260 tot 1273. En die schreef liefdesgedichten, vaak als kwatrein dus. En die rijmde dan gewoon 4 keer. Dat is een beetje moeilijk in het Nederlands. En die gaan dus over de liefde. En het is vaak sprake van een hij en een zijn met een hoofdletter H en hoofdletter Z. En dat is soms God, Allah. Maar soms is het ook zo'n homoseksuele vriend. Dus hij kan er alle kanten mee. Die dood is trouwens. Ik kijk zo diep naar binnen in mijn ogen. Alles zie ik, maar het oog is overbodig. Waarom heb ik ooit nog ogen nodig, nu ik de wereld zien kan door zijn ogen? Volgende. Er was die warme gloed toen wij tezamen kwamen. Daar was jouw stemgeluid, deinend op mijn hartenstroom. Maar helder water maakt nu spiegelvuur zo koud als sneeuw. Het sprookje van het leven vloot. Was het een droom? Dank u wel. Dankjewel, Arie.